Boze buschauffeurs deelden flyers uit op het Marktplein. De eerste zomerschool werd feestelijk geopend. Ballonvaarders mogen na lange tijd weer de lucht in. De allereerste dessertclub staat op het Zwitserterrein. En Broken Wings en Zuid doet samen kregen schenking. Vrijdagavond is er een waterleiding geknapt aan de Mauvenstraat in Apeldoorn. Door de breuk was er een groot en diep gat in de stoep ontstaan. Zo'n 120 huishoudens zaten door de breuk enige tijd zonder water. Rond 3 uur 's nachts wist Vitens de leiding te herstellen. Vrijdagavond is er een fietser geschept door een auto. Dat gebeurde op de kruising Laan van de Mensenrechten met de Matenpoort in Apeldoorn. Het slachtoffer moest met haar verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De automobilist bleef ongedeerd. Het niet verlenen van voorrang is mogelijk de oorzaak van het ongeval. De Matenpoort werd deels en tijdelijk afgesloten. De fiets en de auto raakten zwaar beschadigd. De politie heeft onderzoek naar het ongeval gedaan. Mevrouw, wilt u misschien bus ondersteunen? Boze buschauffeurs van Keolis deelden zaterdag op het Marktplein in Apeldoorn flyers uit en vroegen de mensen om een petitie te tekenen. Ze zijn boos omdat de provincie Gelderland de stekker uit de aanbesteding van Keolis heeft getrokken. Als we niks doen, dan is het sowieso, dan is de race gelopen. De gevolgen voor de reizigers die zijn gewoon niet te bevatten. Dat kan gewoon niet. Keolis zou geheime afspraken hebben gemaakt bij de aanschaf van nieuwe elektrische bussen. En dat is illegaal. Hierdoor heeft de provincie Gelderland gemeend dat Keolis met ingang van medio december niet meer het busvervoer in onder meer Apeldoorn mag gaan doen. Dat er sancties zouden komen, staat buiten kijf. Maar dit is in onze ogen wel de meest zware straf die je kunt doen op dit moment met alle kosten die al gemaakt zijn. Er waren al 125 nieuwe buschauffeurs aangenomen die nu door deze sancties mogelijk naar hun baan kunnen fluiten. Vreemd genoeg heeft het bedrijf niet op tijd het gesjoemel in de gaten gehad. Ik ben er echt van overtuigd dat dat door een aantal mensen binnen ons bedrijf gedaan is en niet het bedrijf. Er is niet een bedrijfspolicy om dit op deze manier te doen. Maar die mensen die werken voor jullie bedrijf, ik neem aan dat er ook wel een soort van check, dubbelcheck is, toch, onder werknemers? Nou, dat zal misschien heel raar klinken. Dat is nou net een van de dingen die wij aangepast hebben. Het kan blijkbaar, want nogmaals, we hebben dit niet van tevoren geweten. Dit is ook voor ons een enorme verrassing geweest toen die genoemde site letters opdoken. En blijkbaar is het dus mogelijk gebleken dat dat kan zonder dat er een check, dubbelcheck geweest is. Er zijn ruim 1200 handtekeningen opgehaald. Die zijn maandag aan de gedeputeerden van de provincies Overijssel en Gelderland overhandigd. Bij het wegrijden nam zaterdagmiddag een vrachtwagenchauffeur de bocht iets te krap. Met als gevolg dat de achterkant van de trailer bleef haken aan de luifel van het winkelcentrum De Meen in Apeldoorn. Door het ongeval werden de laaddeuren van de trailer er bijna afgereden. Niemand raakte bij het ongeval gewond. De vrachtwagen werd door een bergingsbedrijf weggesleept. In de nacht van zondag op maandag was er een schietpartij aan de Markerichtersveld in Apeldoorn. Er zou meerdere keren zijn geschoten. De politie kon al snel 2 verdachten aanhouden. Een van de verdachten, een vrouw, werd met papieren zakken om haar handen afgevoerd om de aanwezigheid van mogelijke kruidsporen zeker te stellen. Een parkeerplaats en een fietspad zijn urenlang afgesloten geweest voor sporenonderzoek. 2 verdachten zijn in hechtenis genomen. Niet bekend is of er gewonden zijn gevallen. De toedracht van de schietpartij is tot op heden ook niet bekend. Maandagmiddag woedde een brand in een van de containers bij het afvalverwerkingsbedrijf Seus aan de Sint Maarten in Apeldoorn. De brandweer bestreed het vuur waarbij een waterwagen was ingezet. Met behulp van een kraan kon al gauw het zijn brandmeester worden gegeven. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Aan de Kanaalstraat in het centrum van Apeldoorn werd maandagmiddag een gewonde man in zijn woning gevonden. De politie was getipt dat de man al een tijdje niet meer was gezien. In de woning hing een gaslucht. De brandweer heeft de gewonde man met een hoogwerker uit zijn woning gehaald.
Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Wat er precies is gebeurd is tot op heden niet duidelijk. De Kanaalstraat is enige tijd afgesloten geweest, waardoor de bussen moesten omrijden. Maandagavond heeft een jonge automobilist zijn auto en een lantaarnpaal in de kreukels gereden. Volgens getuigen zou de man slingerend via de Gilderlaan naar de Tichelaarsdonk zijn gereden, waar hij een lantaarnpaal ramde, maar vervolgens doorreed. Bij de Jarmoreneergaarde kon de politie hem aanhouden. De man was gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie heeft daar een alcohol- en drugstest op de man uitgevoerd. Op de Daltonschool Ichtus aan de Kalmoerstraat in Apeldoorn kunnen sinds dinsdag kinderen van 6 tot 12 jaar met een taal- en rekenachterstand hier terecht. Ze gaan in de komende 6 weken 2 ochtenden per week naar de zogenoemde zomerschool om die achterstand proberen in te halen. Zo'n school was hard nodig, vindt Hiske van den Heuvel van Stichting Leergeld. Deze kinderen hebben al een achterstand als ze op school zijn, een achterstand na een COVID-periode. Uit onderzoek blijkt zelfs, als deze kinderen 6 weken thuis zijn en er wordt niet met deze kinderen gelezen of goed Nederlands gesproken, dan komen ze na de zomervakantie op school, zijn ze nog verder achter. Stichting Leergeld kwam met dit idee en wist in zeer korte tijd de zomerschool te realiseren. Mede door steun van het bedrijfsleven en een bank. In mei hebben we ons eerste projectplan geschreven en ingediend bij een aantal instanties, bedrijven, om geld op te halen om dit te kunnen realiseren. Nou, in juni hadden we al zoiets van, nou, dit gaan we gewoon doorzetten, dit ziet er in eerste instantie goed uit. En in juni hebben we eigenlijk de website gelanceerd en ik kan zeggen dat we dat denk ik in 5-6 weken tijd hebben dit neergezet. Aanvankelijk was er plek voor 30 scholieren, maar dat werden er uiteindelijk 40 omdat er heel veel aanmeldingen waren. In korte tijd waren er ook voldoende leerkrachten gevonden. We hebben PABO, de PABO's aangeschreven in deze omgeving, Utrecht, Zwolle, Apeldoorn, Deventer. En komen studenten in hun vakantie hun bed uit om kinderen dus iets bij te brengen in de zomervakantie. Nou, we hebben daar natuurlijk een tarief tegenover gezet, want anders begrijp ik ook wel dat studenten dan niet komen. Dat alleen maar vrijwillig is, dat gaat natuurlijk niet werken. En dat ging eigenlijk al heel snel. We hadden eigenlijk binnen een paar dagen al, nadat we alle hogescholen hadden aangeschreven, al heel veel aanmeldingen. De allereerste zomerschool werd feestelijk geopend door loco-burgemeester Nathan Stukker. Hij is erg enthousiast over dit initiatief. Ja, het is een prachtig initiatief van Stichting Leergeld en een aantal Apeldoornse bedrijven. Om in dit geval 40 Apeldoornse kinderen een extra kans te geven om het nieuwe schooljaar goed te beginnen. Ja, daar ben ik als wethouder van onderwijs, maar ook als lokale burgemeester ontzettend enthousiast over. Alle kinderen kregen een boekenpakket mee naar huis om vooral thuis veel te gaan lezen. De lokale burgemeester overhandigde het eerste pakket aan misschien wel de jongste van de leerlingen. De zomerschool is een pilot waar lang niet alle 130 aanmeldingen werden toegelaten. Ja, natuurlijk heel jammer dat we toch kinderen hebben moeten teleurstellen. Maar goed, dat is misschien voor een volgend jaar. Hè. Dat is dus een pilot. En na 6 weken gaan we gewoon evalueren en dan kijken wat het voor voortgang gaat krijgen. Op de kruising Jachtlaan met de Soerseweg in Apeldoorn raakte een fietser en een wielrenner met elkaar in botsing. Daarbij raakte de wielrenner gewond en moest met zijn verwondingen naar het ziekenhuis. De andere fietser bleef ongedeerd. Door de klap is het frame van de wielrennersfiets in tweeën gebroken. Hoe de fietsers met elkaar in botsing zijn gekomen is niet bekend. Dit geluid gaan we boven Apeldoorn weer horen. Lange tijd mochten de ballonvaarders niet de lucht in vanwege de coronamaatregelen. Daardoor bleef het lange tijd stil boven Apeldoorn. Maar nu mogen ze dan eindelijk weer, na lang gesteggel met minister Gabhaus. We kregen een verbod wat door zou lopen tot minimaal 1 september. We hebben erg ons best gedaan bij de politiek en met dank ook aan de media die aandacht aan hebben geschonken om toch eerder weer van start te kunnen gaan. De 1,5 meter maatregel is in zo'n mandje niet toe te passen, vond de politiek en het RIVM. Passagiers mochten in juni al in de bus, trein en vliegtuig met mondkapjes plaatsnemen.
Vanaf 10 juli mag dat nu ook bij de ballonvaart. Toch zijn er tot op heden maar weinig ballonnen in de lucht te zien. We waren er heel blij mee, maar het was toch nog ineens een beetje onverwacht dat we weer mochten gaan varen. Dus niet alle teams stonden klaar voor de start. En niet alle passagiers waren ingepland. Want we hebben die inplanning natuurlijk van maart al naar april geschoven. Van april naar mei, van mei naar juni. En toen is het plannen een beetje gestopt, omdat we geen punten op de horizon hadden waarop we weer konden gaan varen. Nu de ballonvaart weer mag gaan varen, moet alles vooraf gekeurd worden. Die APK-keuring gebeurde woensdag op het terrein van Dutch Bis in Amersfoort. Echt, alles wordt grondig schoongemaakt en nagekeken. Wat het omhulsel van de ballon betreft, de stof, wordt nagekeken of er geen schade aan zit. Wordt gekeken of die niet oververhit is. Worden trekproeven meegedaan afhankelijk van de leeftijd en de uren die de ballon gemaakt heeft. Staalkabels worden nagekeken, dus dat omhulsel. Nou, dan hebben we de brander. Zorgen dat er geen lekkages zijn, dat kranen goed afsluiten. Dat slangen niet over datum zijn, want die worden na iedere 10 jaar vervangen. Gasflessen hetzelfde, lekkages functioneren. Die krijgen elke 10 jaar een druktest. Nou, een mand die wordt nagekeken op, als wij spreken jaar niet gebruikt is, dan kan er nog houtworm in zitten. Dus alles wordt nagekeken. Als u de komende tijd een ballonvaart wil gaan maken, dan moet u er wel rekening mee houden dat uw gezondheid vooraf wordt gecheckt. Is er nu een beperking aan het aantal meevaarders? Nee. Er is geen beperking. Het is wel zo dat we voor en na de ballonvaart natuurlijk die 1,5 meter afstand respecteren. Met de passagiers die meegaan vooraf een gezondheidscheck doen. Al voordat ze naar het veld komen, maar ook nog een keertje voor de start. Zodat we allemaal weten dat er niemand een verhoging heeft of verschijnselen of iets onder de leden heeft. En dan moeten we vervolgens in de mand een mondkapje op, omdat we niet de 1,5 meter afstand kunnen houden. Dus dat is vergelijkbaar met het openbaar vervoer of de vliegtuigen. Tot half oktober mogen de ballonnen weer gaan varen, zolang de virusuitbraak uitblijft. Woensdagavond is de brandweer ruim 2 uur bezig geweest om een vreemde lucht op te sporen. Op het industriegebied aan de Minde in Apeldoorn werd de vreemde lucht waargenomen en zou irritatie geven op de luchtwegen. Bij het onderzoek werd de Minde en een groot deel van de Wilmersdorf door de politie afgesloten. Vermoedelijk zou het gaan om een onkruidbestrijdingsmiddel. Rond 2 uur in de nacht was de vreemde lucht weg en werd de omgeving weer opengesteld. De politie heeft nog een verdachte aangehouden die mogelijk te maken had met het schietincident aan de Marcus Richtersveld in Apeldoorn. In de nacht van zondag op maandag, toen het schietincident plaatsvond, werd er al een 21-jarige vrouw uit Apeldoorn meegenomen naar het bureau. De tweede aanhouding zou gaan om een 20-jarige man, ook uit Apeldoorn. Beide zijn weer op vrije voeten gesteld, maar blijven verdacht. Bij het schietincident vielen geen gewonden. De toedracht wordt, hangende het onderzoek, nog niet bekendgemaakt. Tijdens de Internationale Kattendag op zaterdag 8 augustus worden in tal van bioscopen grappige kattenfilmpjes vertoond. Cat Video Fest brengt dit jaar weer veel zeer lachwekkende kattenstreken op het witte doek. De grappige filmpjes zijn te zien in Gigant en worden de gehele middag en avond gedraaid. De eerste voorstelling is om 2 uur 's middags en de laatste is te zien om 21:50 's avonds. Als je een beetje van eten houdt en je vindt het leuk om verrast te zijn, dan ben je hier van harte welkom. Hij doelt op het allereerste dessertclub van Nederland en staat sinds donderdag op het Zwitserterrein van Apeldoorn. Tim Kolderhof kwam op dat idee, maar moest daarvoor wel eerst naar Bali. Ik keek naar de Netflix-serie Chef's Table en daar hebben ze een toetjesseizoen. En toen ik dat zag, toen zag ik dat ze ook een dessertrestaurant in Bali hebben. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan en toen dacht ik, dit moeten we ook naar Nederland toe halen. Het tijdelijke restaurant serveert alleen maar desserts en daar zijn de gasten een gezellige avond mee zoet. We gaan 7 gangen lang een dessert experience aanbieden, waarbij we van hartig tot zoet presenteren. Echt een maaltijdvervangende menu. Maar 7 gangen is wel veel. Klopt. En ik heb daardoor ook echt bij elk recept precies uitgerekend wat je ongeveer aan gewicht meekrijgt. En ik heb alle suikerklontjes bij elkaar opgeteld en het zijn er wel zoveel, maar per saldo denk ik dat het wel heel erg lekker is. Ja, ik wou zeggen, want als je dat zo aanlijst, dan gaan mensen denken, nou, zou ik dat wel doen? Ja, maar inderdaad. Het valt mee, ja. Nou, we hebben gezien de populariteit, hebben we wel heel ervaren, zeg maar, dat het eten van toetjes, desserts, zoals wij dat mooi in de keuken zeggen, echt wel een big hit is.
Meesterpatissier Bart de Gans doet het niet alleen. Hij heeft een heel team om zich heen vergaard. Ik ben samen met Maurits van de Voren, mijn collega waar ik eigenlijk altijd heel veel samen mee werk als het om conceptontwikkeling gaat. En daarna met twee fantastische chefs, André en Michiel. Deze jongens hebben ongelooflijk veel ervaring in catering, dus we hebben een mooie synergie. Samen met de ondernemer Tim denk ik dat we een hele mooie, solide organisatie zijn om hier een mooi feestje te gaan maken. De gasten krijgen ook iets dat specifiek bij de plek hoort waar het restaurant staat. Een crème in, een namalaka, is een hele mooie luchtige chocolademousse en die hebben we verfrist met yoghurt. En dat is het smeerseltje voor het brood, omdat het terugkomt in de Zwitserfabriek. Na het dessert kunnen de gasten op het terras nog een gezellig kopje koffie drinken en daar staat nog een verrassing voor hun te wachten. Donderdagavond werd de dessertclub geopend en dat blijkt nu al een groot succes te zijn. Ja, we zijn de komende 3 maanden helemaal volgeboekt en we hebben nog zo'n 4000 aanvragen van mensen die nog graag willen komen. Mensen komen uit heel Nederland en België deze kant op voor de ervaring, dus dat is wel ontzettend leuk. Tot begin september is de dessertclub nog open. Donderdagmiddag werd er bij het Verlaat in Apeldoorn een zwaan bevrijd van een vishaak. Een buurtbewoner probeerde tevergeefs het dier uit het water te halen, waarop zij de brandweer belde. Samen met de brandweer wist de buurtbewoner de zwaan uit het water te krijgen, waarna de brandweerlieden de vishaak uit de bek van het dier haalden. De zwaan is verder ongedeerd weer losgelaten. Donderdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een keukenbrand aan de Mussenweg in Apeldoorn. De brandweer had de brand snel onder controle en zette een aantal verbrande spullen op de stoep. Een airfryer bleek de oorzaak van de keukenbrand te zijn. Niemand raakte daarbij gewond. Donderdagavond werden zowel de stichting Broken Wings als de stichting Zuid Doet Samen door het SOS Matrozenkoor in het zonnetje gezet. Het koor zingt al jaren en dat levert vaak veel geld op. Wij treden ongeveer 55 tot 60 keer per jaar op. En de centjes die we daarmee verdienen met onze optredens en de verkoop van onze cd's en USB-sticks, daar houden we geld aan over. En wat moeten wij met al dat geld? Als we onze kleren hebben en geld hebben voor de geluidsinstallatie en onze aanhanger als die kapot is, dan hebben we genoeg. Dus dat betekent eigenlijk dat we zo gemiddeld tussen de 8.000 en 10.000 euro per jaar over hebben. En dat geld wordt in kleine bedragen geschonken aan hen die dat hard nodig hebben. In het wijkgebouw Onze Honk werden 2 cheques van ieder 1.000 euro overhandigd. Dat is voor de stichting Broken Wings een welkome donatie. Broken Wings is een stichting die juist alles wat heeft te maken met alle activiteiten rondom de bevrijding en wat in de oorlog is gebeurd, om dat te blijven te verkondigen op de scholen. Dat doen we op de lagere scholen, voortgezet onderwijs en hier en daar hebben we ook wat hoger onderwijs. En daar geven wij de scholen voorlichting over die tijd. En onderdeel daarvan is dat wij een stichting zijn met heel weinig vrijwilligers. We worden steeds ouder, ik ben een van de jongeren, kun je nagaan. En dan zijn we nu bezig om de zuilen die we hebben, dat zijn zeg maar manshoog zijn die, om die op 25 scholen te gaan plaatsen in de gemeente Epe en omstreken. Apeldoorn Noord hebben ook een paar scholen. En in die zuil zitten dan eigenlijk al die verhalen die we vertellen, die eigenlijk zouden worden verteld door de gastendocenten, maar die raken een beetje op, zeg maar. Stichting Zuid Doet Samen kreeg ook een cheque, maar dat was meer voor de show. Ze hadden van dat geld al een geluidsinstallatie gekocht. En dat was hard nodig, vindt Sylvia Vinke. Het was echt nodig. We hadden een hele oude zo'n radio met 2 boxen eraan en bovenop cd-speler en van voren nog een cassettedek. Dus het was echt een hele oude. En kunnen buurtbewoners een beetje genieten van het geluidsinstallatie? Ja, ze hebben hem nog niet gehoord natuurlijk, want we zijn heel lang dicht geweest. En sinds korte tijd weer open voor kleine groepen. En we hopen nu gauw de boekje te krijgen zoals hoe die werkt, zodat we ook overdag de radio weer aan kunnen doen. En kunnen kijken en luisteren. We kunnen ook films draaien straks op de beamer, op het grote scherm. Kan allemaal via die installatie. Dat de stichting nu beschikt over goede geluidsinstallatie, komt het SOS Matrozenkoor goed uit. Want Zuid Doet Samen, dat is eigenlijk de beheerder van Ons Honk. En het is ook Hons Honk, want wij repeteren hier op de maandagavond in dit gebouw.
We hebben gezien eigenlijk dat die geluidsinstallatie die ze hier hadden, was eigenlijk maar een lachertje. Soms was er iemand die vrijwillig hier was, die helaas is overleden, Henny. Die nam zijn eigen apparatuur mee om hier te ondersteunen. Nou, dat vonden we eigenlijk gewoon zielig. Ze zeiden van, nou, wat doen we dus? Laten we zorgen dat ze hier een leuke apparatuur krijgen. Misschien als we hier gaan repeteren, hebben we er zelf ook nog wat aan. Het koor heeft de laatste maanden weinig tot niet kunnen optreden. Met wat aanpassingen mogen zij weer vaker in het openbaar zingen. We hebben dus al 10 keer opgetreden buiten bij verzorgingshuizen. Daar stonden we met 3 man te zingen, terwijl de mensen binnen waren. Vonden ze heerlijk. Maar ook dat mocht niet meer, want we stonden op de openbare weg. En dat betekende dat er allerlei mensen van buiten erbij kwamen staan. Ja, en dan was het 1,5 meter die toen al gold, die was niet meer te handhaven. Dus toen mochten we daar ook niet meer zingen. Dus hier stonden we een poos stil. En nu sinds kort mogen we weer zingen. Onder beperkte regels, geen probleem. 1,5 meter uit elkaar. En het publiek moet minimaal 8 meter van ons afzitten. En wij staan ongeveer 2 meter uit elkaar. En we zingen dan meestal met 1 man of 12. Maar daar is dan net ruimte voor. Maar het publiek en ook onze dirigent moet 8 meter bij ons vandaan zitten. Anders mag het niet.